Vlad, je wordt aangewezen als kandidaat-winnaar voor vandaag. Ja, zeg het eens. Ah, ik wist dat zelf niet dat ik aangewezen was als kandidaat-winnaar. Je steekt jezelf toch nooit weg, denk ik, hè? Ja, nee. Ik zal waarschijnlijk wel... ik ben hier een van de betere renners, maar ik denk dat ze hebben waarschijnlijk veel mannen aangeduid als kandidaat-winnaar vandaag. Dus ja, we zien wel. Is het parcours iets te makkelijk voor jou? Ik denk het wel, ja. Het is groot en er zijn wel wat heuvels in, maar die volgen elkaar niet snel genoeg op. Dus niet selectief genoeg? Nee, er zal waarschijnlijk wel een mogelijkheid zijn om weg te rijden, maar ik weet niet of dat stand zal houden. En, in het peloton gaat het makkelijk zijn om eigenlijk mee te kunnen volgen, dus ik denk dat er nog wel redelijk wat man gaat overblijven in de finale. Misschien een tactiek, de koers van in het begin hard maken? Je hebt de ploeg ervoor, denk ik, nee? Koers hard maken, ja. Ja, maar ik denk dat er ook nog wel genoeg andere gasten zijn dat datzelfde idee hebben. Dus ik denk wel dat dat gaat gaan. Kouterover bij en Hoegaarde was misschien toch beter geweest voor jou? Hoegaarde, ja, maar dat is... Ik moest kiezen Hoegaarde of hier vandaag. En Hoegaarde is een kleinere wedstrijd. Als je ziet, daar heeft ook maar 26 man gestart. Dus ik bedoel de Kouterover als parcours, want normaal gezien zou de Kouterover erin geweest zijn. Dit kasseien, hè? Hoegaarde bergop, hè? Ah. Dat bedoelde ik, Vlad. Ah ja, ja, dat had beter geweest, ja. Iets harder voor jou? Ja. Inderdaad. Wat betreft jouw ploeg, als het niet om jou gaat, wie moet ik dan tippen als winnaar? Dylan? Ja, Dylan Bibic. Dus ook al draait het wel op mij, dan is er nog altijd kans dat hij uiteindelijk winnaar zal worden. Als het een massasprint wordt, dan weet je naar wie dat je moet kijken. Hè. Gisteren gereden? Nee, ik niet. Bierbeek gewonnen? Yep, dat is ongeveer hetzelfde parcours hier eigenlijk. Hè. Dus dat moet je liggen? Ja, als we zo in een ontsnapping kunnen geraken, dan kan het wel zijn dat einde ik de rapste ben van die ontsnapping. Last van de warmte? Nee, dat gaat wel gaan. Wie moet je vrezen voor de overwinning, als jij het niet bent of Dylan? Alex Zegaard, die is ook wel een goeie hier. Dus die zal ook wel zijn best doen vandaag. Wanneer waag jij de overstap? Overstap naar? Het grotere werk. Wat is het grotere werk? Nog grotere werk? Wees specifieker. Beroepstrainer? Ja, dat is nog lang. Hè. Ik bedoel, ik ben nog maar eerstejaars junior. Dus het is niet dat er profploeg aanbiedingen of zo. Geen contacten? Toch wel, dacht ik. Hè? Contacten? Misschien wel contacten, maar nog geen contracten. Dus dat is nog lang. Maar daar zijn we nu niet mee bezig. Dus het is focussen op de koersen dat er nu zijn voor mij. Oké, de bloemen voor mama en papa vandaag? Ja, wie dat ze wilt hebben. Oké, proficiat en succes. Hè. Merci.